Geachte aanwezigen, beste Paul, Anneke, Eva en Thomas. Dit is een serieuze, maar niet academische plechtigheid voor wie de UvA-reglementen ter harte wil nemen. Dit afscheid is een beetje kaal, omdat er al twee eerdere events voor jou zijn geweest. Maar ik mag toch iets persoonlijks zeggen en dat doe ik graag. In het voorjaar van 1981 troffen wij elkaar bij toeval in het café Graaf Floris in Utrecht. We hebben lang gepraat en dat heeft er mede toe geleid dat ik van Leiden naar het CBI ging. Eind 1984 bleek tijdens mijn benoeming, de procedure daarvan dus, dat de UvA ook een deeltijd hoogleraar voor het programmeren wilde hebben. Dat zou ik niet kunnen. Die rol nam jij op je en daarmee ben ik bijna 30 jaar lang heel blij geweest. Samen vormden wij de Programming Research Group met onder andere Jos Baten in het team. Wat valt en viel mij aan Paul op? Paul combineert twee volstrekt verschillende maar even sterke krachten. Als bij een kwantummechanische superpositie weet je bij een meting niet van tevoren welke van de twee tevoorschijn komt. Ten eerste is Paul enthousiast over alles wat met programmeren en software te maken heeft. Daarbij is alles zelf kunnen en doen de essentie. Plan, ontwerp, bouw, test, gebruik, onderhoud, complete renovatie. Alles doet hij zelf en vindt hij leuk. Ten tweede wil Paul de resultaten van het werk in een wetenschappelijke vorm gieten. Kennis, papers, concepten, prototypen, dat zijn de carriers van zijn resultaten en van zijn output. Meer dan uitontwikkelde commodity software die een grote markt krijgt. Dit enthousiasme van Paul neemt nooit de vorm aan van jij moet dit zo zien, want ik heb gelijk. Uitsluitend de vorm van ik zie dit zo en vind dit leuk. Wat heeft Paul hier bij ons zo al gedaan? De facts staan in de jaarverslagen. Voor harde data moet u hier nu bij mij niet zijn. Maar er is zoveel gebeurd. Honderden afstudeerders, tientallen promovendi. Je gaat de 40 nog wel halen. Jouw mensen zijn door het hele land hoogleraar. En dan natuurlijk de Master Software Engineering. Jij bent nog steeds opleidingsdirecteur. Die master heb je van de grond af aan opgebouwd en ruim 10 jaar lang geleid. Een volle plaats op deze universiteit kon je wel krijgen, maar dat was niet jouw wens. De combinatie van onderzoek op het CBI en onderwijs op de UvA was ook heel effectief. Ik wil iets zeggen over jouw creativiteit. Jij schrijft en ontwerpt niet alleen programma's, maar je bedenkt ook functionaliteit. Dat is iets anders. Dus op de een of andere manier is het idee van wat een programma zou kunnen doen, totaal iets anders dan dat programma. Dat is eigenlijk voor de gewone theoreticus een onbestaand terrein. Dat laatste is je grootste kracht en daarvan heeft bij ons ook veel mensen kennis kunnen nemen en geprofiteerd. Namens IVI-faculteit en UvA wil ik je bedanken voor je enorme inzet voor deze instelling. Ik wil jou en dan ook Anneke, Eva en Thomas geluk wensen met de afsluiting van een heel voorspoedig verlopen loopbaan aan de UvA. We zullen je echter nog jaren zien, want eigenlijk zit je nu op de piek van je projectportefeuille en je hebt een reeks promovendi rondlopen en die wil men hier zo graag in deze zaal of in de Agnietenkapel zien. Dit is wel een serieus moment. Deze jaren gingen als een speer voorbij. Morgenochtend weer vergaderen en dan doen we het opnieuw. Blokken 1 en 2 verwisselen en dan loopt het vast veel beter. Maar zo simpel is het niet. Jij hebt hier je kans gehad en die heb je gegrepen. En het is heel goed gegaan en zo zal het ook blijven. Geachte aanwezigen, mijn naam is Arie van Deursen, hoogleraar in de informatica aan de TU Delft. En vandaag spreek ik hier als promovendus,
promovendus nummer 13 in de rij van 33 van Paul Klint. En dan is de vraag natuurlijk, is dat eigenlijk leuk, promoveren bij Paul? Levert het goed onderzoek op? Heeft de maatschappij er wat aan en leer je er wat van? Nou, laat ik deze vragen proberen te beantwoorden aan de hand van 7 kernwoorden. En het eerste kernwoord dat ik wil bespreken is toegankelijkheid. Dus mijn eerste contact met Paul Klint was in 1990. Ik zelf studeerde aan de VU, werkte aan mijn scriptie en zocht een baan. In de intermediair, die had je toen nog, stond een vacature voor een onderzoeker in opleiding, die had je toen ook nog, in een project over incrementele programmageneratoren. Ik besloot te bellen. 020-592-4126. Tuut. Tuut. Paul Klint. Geen professor, geen secretaresse, wel een voornaam. Ik besloot meteen de sollicitatie door te zetten. En het is denk ik precies die toegankelijkheid die Paul tot een uitstekend docent, manager en begeleider van promovendi maakt. Het tweede kernwoord, programmeerverslaafd. Paul's inspiratie komt voort uit een ernstige programmeerverslaving. Een scanner in Lisp, de toolbus in C, kerstproject 1994, en nu oppercommitter van Rascal. Maar het gaat Paul niet alleen om het programmeren zelf. Het gaat hem ook om de verwondering over het fenomeen programmeren. En de zoektocht naar de mooiste manier om aan computers te vertellen wat die nou eigenlijk moeten doen. Derde kernwoord, publicatiedrift, maar dan met een vraagteken. Publiceren staat bij Paul in het teken van datzelfde programmeren. Het is een middel om prachtige ideeën te delen, maar geen doel. Als promovendus van Paul kon je dus ook eigenlijk doen wat je wilde, zolang je onderwerp een duidelijk technische component had. Wat je als promovendus minder leerde was hoe de wereld van het academisch publiceren in elkaar zit. Naar welke workshop, conferentie of tijdschrift moet mijn paper? Is mijn paper eigenlijk wel goed genoeg voor dat tijdschrift? Hoe komt een programmacommissie tot het besluit om een paper al dan niet te accepteren of af te wijzen? Voor wie een academische carrière moet maken, zijn dit belangrijke vragen. Paul houdt zich er minder mee bezig. Hij geeft zijn promovendi een duidelijk voorbeeld. Het enige wat telt is de inhoud en wat jij daar zelf van vindt. En met die academische carrières is het vervolgens wel goed gekomen. 15 van de 33 promovendi werken nog steeds in de wetenschap, waarvan 5, als ik het goed geteld heb, als hoogleraar in binnen- en buitenland. Vierde kernwoord, valorisatiedrift, maar dan misschien met een uitroepteken. Wie met passie nadenkt over het programmeren, wil zijn ideeën delen met de mensen in de praktijk. In het jargon heet dit valorisatie. Het omzetten van onderzoeksresultaten in waarde voor de maatschappij. Als geen ander weet Paul wat een moeizaam proces dit is. Tegelijkertijd is hij hier ongekend succesvol in geweest, met als hoogtepunt 14 jaar geleden de oprichting met 3 promovendi van de Software Improvement Group. Kernwoord 5, bestuurder. Afgeschermd voor de promovendus, dus wij merken er niet zoveel van, maar van groot belang voor het informatica-onderzoek in Nederland waren Paul's bestuurlijke activiteiten. Paul is hier zeer behendig in. Wel denk ik dat hij zichzelf af en toe heeft moeten belonen met een avondje programmeren om te herstellen van een overdosis vergaderen. Een belangrijk resultaat, in ieder geval voor mij, was zijn inzet voor het NWO Jokaar-programma op het gebied van software engineering. Mede dankzij dit programma hebben we in Delft een sterke software engineering onderzoeksgroep kunnen opzetten. Dank, dank. Kernwoord 6, impact, uitroepteken. Wat betreft impact spreken de duizenden citaties naar het werk van Paul voor zich. Maar er is een andere vorm van impact via het opleiden van studenten en promovendi. En laat ik als voorbeeld dan maar weer software engineering in Delft nemen, waar we een groep van 30 mensen zijn. De twee fulltime hoogleraren, Elko Visser en ikzelf, zijn beide bij Paul gepromoveerd. En dat is te merken. Afgelopen vrijdag hield Elko zijn intrarede en wie Pauls klassieker
meta-environment for generating program environments uit 1993 kent, zal veel herkend hebben. En deze invloed bereikt ook de studenten die Paul niet kennen, maar onze Delftse ingenieurs leren desalniettemin veel van Paul. En dat zal de komende jaren zo blijven. Dan de toekomst. 33 promovaties, dat is het verleden. Maar Paul is nog niet klaar, hij begeleidt op dit moment nog 10 promovendi. Dat is goed nieuws. Dit college is geen afscheid, althans niet van het onderzoek. Het is een afscheid van verplichtingen en een warm welkom voor onbeperkte inhoud. Ik dank Paul en feliciteer Paul met een prachtig verleden en wens hem en zijn team promovendi een geweldige tijd toe. Dank u wel. Dames en heren, ik wil u mee op reis nemen. We zijn hier in deze mooie Lutherse kerk en ik wil hier eerst een tripje naar het zuiden maken. We zoomen uit het centrum van Amsterdam. We gaan naar het zuiden, naar Frankrijk toe. Naar Angers, waar de Pont de la Bastienne gelegen is. Dat is een brug, die ligt daar. En die lag daar 100 jaar geleden ook al. Kijk u maar. Dit is van rond 1850. Lag deze brug erbij. Prima. Druk verkeer overheen. Uitstekend. Totdat in april 1850 een regiment soldaten over deze brug liep. Stap, 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 stap. De brug begon te trillen. En hier is het effect. De brug stort in. Er was geen rekening mee gehouden, zowel bij de soldaten als bij de ingenieurs, dat een brug hier niet tegen bestand is. Een les, een engineering debacle, maar vermeerdering van de kennis op het gebied van bruggenbouw, waarvan akte. Wel, laten we nu eens een sprongetje over de oceaan nemen. We nemen het vliegtuig, vliegen richting Seattle in de Verenigde Staten aan de westkust, zoomen daarin en gaan naar het plaatsje Tacoma. En wel naar de Tacoma Narrows Bridge. Waarin november 1940 dit gebeurde. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But ik doe wat verkeerd. Excuus. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Incident. Maar nou is de vraag, waren dit allemaal bewijzen van een bruggencrisis? Bruggen storten in door technische gebreken. En dat is een onvermijdelijk gevolg van technische ontwikkelingen en veranderende omstandigheden waarin bruggen gebruikt worden. Elke fout is betreurenswaardig, maar we leren ervan. De stand van de techniek, de stand van de wetenschap vordert. Is er een bruggencrisis? Wel nee. Er stort wel eens een brug in, dat is waar. Laten wij de reis over de oceaan weer in de andere richting voortzetten.
En wel naar Garmisch-Partenkirchen in de Beierse Alpen. Prachtige plek. En een plek waar in 1968 de NATO Software Engineering Conferentie gehouden werd. En er waren daar zorgen in deze conferentie. Zorgen over het opkomende verschijnsel van software en de vele fouten die in software optraden. En de term softwarecrisis was geboren. En die moest de aandacht vragen van het publiek voor de vele fouten in software. En een groot deel van de discussie ging zowel over de problemen bij het bouwen van software als over de fouten wanneer die software in gebruik was. En er is een zeer invloedrijk rapport verschenen over deze conferentie, waarin het verslag van deze discussie stond, waarin Pieter Nauer aan de linkerkant en Brian Randall aan de rechterkant verslag deden van de bevindingen tijdens deze conferentie. En dit woord softwarecrisis, dat werd daar zeer zwaar in aangezet, hoewel niet alle deelnemers het daar zo mee eens waren. Nou is de vraag, is er wel of sprake van een softwarecrisis? Natuurlijk, net als bij bruggen, zijn er instortende softwaresystemen. Net als bij bruggen is het onvermijdelijk een gevolg van technologische evolutie. De techniek schrijdt voort, in alle technische systemen worden fouten gemaakt, maar bevindt dat gebied zich in crisis? Heeft er ooit een softwarecrisis bestaan? Wel nee. Maar waar het wel toe geleid heeft, is slechte publiciteit voor het vakgebied van de software engineering. Ik zou zeggen, weg met de softwarecrisis, leven de softwarerevolutie. En daar wil ik in de rest van het college het over hebben. En misschien moet ik u eerst even verklaren hoe ik daar zo bij gekomen ben. Hoe ik met die softwarerevolutie in aanraking ben gekomen. Wel, dat is eigenlijk een verhaal van een oude liefde die ik verlaten heb naar een nieuwe liefde. En hier ziet u een van mijn oude liefdes. Jongens en elektriciteit. En hier zit u een andere liefde. Het draadloos amateurstation. Ja, die radiozenders, ze zijn mooi hoor. Ja, fantastisch die boeken. Dan zie je daar zo'n vonkzender met een antenne en een vonkboog. En dat wil ik ook. Inductieklossen. Ik heb uren met mijn vingers in het kaarsvet gezeten om de lagen van de spoelen te isoleren. Maar er kwamen fantastische vonken uit, kan ik u vertellen. Nou, ik wil u dit niet onthouden. Zegt u nou zelf. Is er iets mooiers dan dit? Nee toch? Wel, na al deze ervaringen lag de studiekeuze totaal voor de hand. En ik ben aan de UvA, in de Roeterstraat, natuurkunde met wiskunde en astronomie gaan studeren. Fantastisch vak. Natuurkunde is een fantastisch vak. Maar er is iets tussen de natuurkunde en mij waardoor het nooit wat geworden was. Namelijk, mijn metingen die pasten nooit bij de theorie zoals die verwacht werd. En op een gegeven moment was dat een fataal, dat ging niet samen. Tja, dan ben je al ingevorderd in je studie natuurkunde. En dan is de vraag, hoe nu verder? Wel, ik ging op zoek naar de enige docenten die iets deden wat niet met natuurkunde te maken had, met een vak, het had eigenlijk nog geen naam, maar wat later informatica zou worden. En de eerste hiervan is Aad van Wijngaarden. Hij gaf aanvankelijk het vak numerieke wiskunde. Dat begon gewoon met allerlei simulaties van de numerieke vergelijkingen en zo. Prima. Maar ik heb zijn college een aantal keer gevolgd en iedere keer kwam er weer iets van, ja, Algol 68, daar was hij dan mee bezig. Maar het was wel zo, iedere keer dat hij zijn college volgde, was hij er kennelijk iets meer mee bezig. Dus na een aantal edities ging het college helemaal niet meer over numerieke wiskunde, maar alleen maar over 68. Zo daar nog meer over.
Zijn didactiek was interessant. Namelijk, leg alles kristalhelder uit. Je verlaat de collegezaal en je bent ervan overtuigd dat je alles snapt van dit onderwerp. Vervolgens kom je thuis, ga je de sommetjes doen en dan begint de ellende. Maar goed, dan ben je daar met je eigen tocht bezig om de problemen te onderzoeken. En ik moet zeggen, ik heb dit altijd een fantastisch didactisch model gevonden. Nog even over dat Algol 68. Dit is het fameuze gereviseerde Algol 68 rapport. En zoals ik zei, Van Wijngaarden kwam steeds vaker terug op dit werk. Totdat hij zelf uit dit boekwerk voordroeg. Laten we eens even inzoomen naar één specifieke pagina. Dan zien we daar een regel staan. Raffity, rosity, rosity, non-rose slice. Ja, ik was eigenlijk van plan om te zeggen, staat u nu al helemaal even op en dan gaan we het allemaal samen doen. Maar mijn vrouw vond dat geen goed idee. Maar wat voor poëzie kan hier tegenop, nietwaar? Van Wijngaarden was ook verbonden aan het Mathematisch Centrum. En het Mathematisch Centrum, dat is uiteindelijk mijn tweede werkgever geworden in mijn carrière. De tweede persoon, en ik ben zeer blij, ik zie Frans Kuzeman Arets, ik ben heel blij dat hij vandaag aanwezig kan zijn, was mijn tweede docent. En laat ik u eens even voorlezen uit de syllabus van zijn college van het studiejaar 1970-71. Het is enige tijd geleden. Dit college zal bestaan uit de volgende delen. Een globale beschrijving van rekenautomaten en computersoftware. De redenen waarom een bedrijfssysteem nodig is en wat daarvan dan wel de taken zijn. Soorten bedrijfssystemen. Een beschrijving van de ELX8, de opdrachtencode, de in- en uitvoerorganisatie ELAN. Gedetailleerde beschrijvingen van een aantal aspecten van MILI. Gebufferde in- en uitvoerstromen. Toewijzing van hardwarefaciliteiten en het swapmechanisme. Een totale cursus informatica in één college. Maar wat nou zo interessant is, het eindigt met deze tekst. Het onderwerp is moeilijk, niet omdat veel voorkennis nodig is of omdat het zo diep graaft, maar door enerzijds de grote omvangen van een bedrijfssysteem en de nauwe samenhang van de diverse onderdelen. Anderzijds het feit dat in een bedrijfssysteem een aantal vrijwel autonome processen elkaar interrumperen en op onvoorspelbare momenten zonder elkaar daarbij te mogen desorganiseren. Goed gezegd, Frans, zou ik zeggen. Het is nog steeds actueel. Wel, een ander ding wat ik van Frans geleerd heb, is het volgende. U kent natuurlijk de Star Wars films. En er is een variant in programmeurskringen. Use the force, read the source. Ik zou zeggen, als er één advies is voor iemand die informatica wil gaan studeren, use the force, read the source. Dit betekent het volgende. In Kruzemans colleges behandelden wij bijvoorbeeld de volledige source code van het MILI operating systeem. Bladzij voor bladzij. We hebben alle code gelezen en ik moet zeggen, dit was fantastisch. Daarna hebben we nog een Algol 60 compiler gelezen, diverse tools. Dit is de fantastische en aan te bevelen manier om te leren wat software doet. Frans, mijn dank daarvoor. Er kwamen allerlei onderwerpen langs. Bijvoorbeeld de OEBRA, de onbestaanbaar eenvoudige binaire rekenautomaat. Bedrijfssystemen, interpreters, assemblers, linkers en loaders, compilers. Het kwam allemaal voorbij. Het was eigenlijk een opleiding informatica in één college. Fantastisch. En ik wil ook over Frans en didactiek iets zeggen. Groot oog voor detail. Groot oog voor eenvoud en dingen zo helder mogelijk uitleggen, maar vooral ook de engineering dimensie. Engineering, zeer belangrijk. Wel, fantastisch. Ik had het gevonden. Geen onbetrouwbare fysieke proefopstellingen meer, waar altijd antwoorden uitkwamen die toch niet klopten met wat de theorie voorspelde. Nee, software als kortste weg tussen idee en realisatie. Ik vind het nog steeds,
dat het idee dat je iets kunt bedenken, in software kunt vastleggen en dat dat dan meteen de realisatie is, dat vind ik nog steeds het meest fascinerende van mijn vak. Wel, op zeker moment was het afgelopen, de opleiding. Dit is een impressie van het gebouw in de Routerstraat van schilder en ook collega Pieter Adriaens. Het gebouw raakte wat in verval. Het was ook voor mij tijd om dit gebouw gedag te zeggen. Op de voorgrond zit hier iemand die sommigen zullen herkennen. En hij zal later nog, ook nog even langskomen. Maar zoals wel vaak, de impressie van de artiest wordt altijd door de realiteit ingehaald. Want inmiddels ziet het gebouw er zo uit. Het is helemaal tot op het karkas gesloopt en gaat nu helemaal gerenoveerd worden. Ja. En wat is nou eigenlijk dat geheim van software? Waarom is dat nou zo fascinerend? Wel, het geheim van software is automatiseren. Dat klinkt natuurlijk als een enorme dooddoener, dat weet u allemaal. Maar dit heeft zulke diepgravende consequenties dat ik daar nog vaak over verbaasd ben. En velen van u zullen de geschiedenis kennen. Eigenlijk is het automatiseren begonnen bij Jacquard's weefgetouw. He, waar de patronen voor te weven stoffen op kaarten, ponskaarten weggelegd werden. Het draaiorgel is een voorbeeld. Maar ook de pianola en geautomatiseerde piano. Dat zijn allemaal apparaten die door een programma aangedreven worden. Nou, de herhaling wordt beschreven in een recept. En programma's, software heten we dat dan tegenwoordig. Programmatuur was toch een heel mooi woord. Ik vind het nog steeds een mooi woord, maar software heeft het gewonnen. Dat zijn recepten. En wat zijn nou de drie pijlers van software eigenlijk? Nou, natuurlijk een programmeertaal om een programma te kunnen beschrijven. Een programma dat je daarmee beschrijft. Dat is een recept wat je de computer wil laten uitvoeren. Een interpretator. Daar stop je het programma in en die voert het gewoon uit. Prima. Of een compiler, dat is een programma dat vertaalt een programma van de ene versie naar de andere versie. Een groot deel van de informatica kunt u snappen als u deze begrippen snapt. Laten we eens even kijken hoe dat werkt. En laten we eens even kijken hoe deze begrippen tot een soort software-lego gecombineerd kunnen worden. En laten we eens kijken hoe het spel Pac-Man bijvoorbeeld geïmplementeerd kan worden. Ja. We hebben het spel Pac-Man, dat willen we gaan programmeren. Daar kiezen we een programmeertaal voor, bijvoorbeeld Python. Toevallig op het mathematisch centrum ontwikkeld, maar zeer populair inmiddels. En als we nou dat Pac-Man-programma beschreven hebben, hoe moeten we dat dan uitvoeren? Wel, dan hebben we een systeem nodig, bijvoorbeeld een interpretator, die zegt, je hebt een Python-programma voor mij. Geef maar hier, ik voer het uit en dan komt alles goed. Tuurlijk. Maar dat Python-programma, dat moet natuurlijk ook ergens op draaien. Er zal er toch wel uiteindelijk een computer onder moeten zitten. Dat is de M die je hier onder ziet, de machinetaal. Dus er is ook nog een machine nodig die toegesproken kan worden in M-taal. En vervolgens hebben wij een implementatie van Pac-Man. Wel, dit is één route om aan een implementatie van Pac-Man te komen. Een tweede manier is om te zeggen, nou, het was misschien een beetje traag in Python of we hebben andere overwegingen. Nu heb ik een Pac-Man-programma in C. Er zijn geen computers die direct C spreken. Dus we zullen iets moeten doen. En wat we doen is, we introduceren het begrip van een vertaler. En dat is net als bij een tolk, hè? Een tolk Engels-Nederlands. Je stopt er een Engelse zin in en dan komt een Nederlandse zin uit, die hopelijk hetzelfde betekent. En precies zo is het hier. We introduceren een vertaler waar C ingaat en er komt M uit. Dus dat zou uiteindelijk moeten leiden tot een M-versie van ons Pac-Man-programma. Wel, we zullen die vertaler natuurlijk moeten kunnen draaien, dus daar hebben we een machine M voor nodig. En vervolgens, we voeren dit hele geheel uit. En we krijgen een versie van Pac-Man in M. Fijn, want wij hebben M-machines, die de machinetaal M spreken. En wat we dan doen is, we krijgen een vertaalde versie van Pac-Man in Pac-Man, die door een machine, die de machinecode M kan uitvoeren, uitgevoerd kan worden.
Ach, meer is er eigenlijk niet in informatica. Maar wat zo mooi is, net als met Lego kun je hele grote systemen bouwen. En de bouwstenen die ik u schets, vormen de basis voor ieder geautomatiseerd systeem dat er voorhanden is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat is nou die softwarerevolutie waar ik het er straks over had? Die is gebaseerd op het vrijelijk stapelen en combineren van interpretators en compilers. Iedere webbrowser, daar zitten een serie interpretators in, hoor. Maakt u zich geen zorgen, ze zitten overal in. Maar vaak zijn ze verborgen achter een mooi user interface. En dan kom ik op een thema dat mij na aan het hart ligt. Namelijk gewone programma's. Stel een programma dat wil rekenen of zo. Daar stop je getallen in en er komt een antwoord uit. Prima. Wat een interessante tak van sport binnen het programmeren is, is het metaprogrammeren. En dat zijn programma's die nemen niet een getal als input of leveren niet een getal als output, maar dan stop je een programma in en dan komt een ander programma uit. En dat metaprogrammeren, dat vormt de basis voor allerlei ontwikkelingen binnen de software engineering. Ik heb daar van alles aan gedaan. Het zou natuurlijk een ongelooflijk saaie middag worden als ik u al die dingen zou gaan opsommen, maar ik wil een aantal punten even aanstippen. Namelijk, in de loop der jaren met vele promovendi en collega's hebben we gewerkt aan allerlei formalisme om bepaalde aspecten van het programmeren te beschrijven. Zowel de semantiek als de syntax, als de combinatie van syntax en semantiek. Ontwikkel tools om te zorgen dat je beschrijvingen in die talen ook werkelijk kunt uitvoeren en kunt testen. Een uitstapje naar een technologie om componenten aan elkaar te koppelen, de toolbus. En tenslotte recentelijk de taal Rascal, dat is de new kit on the block. En daar wil ik iets meer over zeggen, maar maakt u zich geen zorgen. Er is een website waar het allemaal op staat, dus ik zal u daar niet te lang mee bezighouden. Ik wil vooral iets zeggen over de transitie van ASF plus SDF naar Rascal. Waarom we dat gedaan hebben, dat is toch, vind ik wel aardig om even over te hebben. ASF plus SDF is een bijzonder elegant formalisme, al zeg ik het zelf. Het is namelijk op heel weinig theoretische concepten gebaseerd, die elegant gecombineerd zijn en die eigenlijk op een verrassende manier schaalbaar zijn. Dus wat zijn de concepten? Contextvrije grammatica's, conditionele termherschrijfsystemen en modulen. Modulen die eigen een deel syntax en een deel semantiek kunnen beschrijven en het samenstellen van die modules. Nou, dan heb je eigenlijk het Lego-systeem al klaar. En het is ongelooflijk hoe ver we hiermee gekomen zijn. Bijvoorbeeld rond het jaar 2000 zijn er miljoenen regels COBOL's getransformeerd met specificaties die in ASF plus SDF geschreven waren. Dus we hebben een grote specificatie mee gebouwd. Mooi. Maar, ja, de tijden veranderen. Er worden in het onderwijs, worden er aan bepaalde vakken, in het bijzonder meer formele vakken, wordt minder aandacht besteed. Dus de studenten die bij ons binnenstromen zijn minder voorbereid op de concepten dan dat een aantal jaren geleden was. Dus zo'n soort systeem wordt een drempel, zowel voor studenten als ook voor nieuwe gebruikers. Dat is één waarneming, dus we dachten, ja, we moeten toch met de tijd meegaan en kijken hoe we ons daar kunnen aanpassen. En in de tweede plaats waren er toch, naarmate we steeds grotere toepassingen maakten, werd duidelijk dat er allerlei features ontbraken. Dus daar zijn we over gaan nadenken. Wel, met het duo Jurgen Vinju, daar ergens in de zaal, en Thijs van der Storm, geloof ik ook daar ergens in de zaal, zijn we aan een nieuw project begonnen in 2008, waarom ons doel was om de beste metaprogrammeertaal ter wereld te maken. Dat was ambitieus en volgens mij gaat het bijzonder goed met Rascal. Hoe zit dat? Wat we gedaan hebben is heel erg op de leerbaarheid en het gemak in gebruik focussen. Dus de syntax is heel makkelijk te begrijpen. Ja, ASF plus SDF, nou, daar staan nog algebraische specificaties en wiskundige notaties in, waar vooral beginners over struikelden. Dus we dachten meteen, we doen het makkelijk, het moet er vertrouwd uitzien. En we hebben losgelaten de alles of niks propositie die ASF plus SDF was. Als je het begrijpt, dan begrijp je het. En als je het niet begrijpt, dan denk je, waar zijn die mensen in hemelsnaam mee bezig? Wat we in Rascal gedaan hebben, we hebben de concepten losgeknipt,
zodat al die concepten los te leren waren en dat mensen pas concepten hoefden te leren op het moment dat ze daar aan toe waren. Nou, er zitten een hele collectie ingebouwde datatypes in, vrij standaard. Je kunt er nieuwe grammatica's in definiëren, pattern matching, doorlopen van bomen enzovoort enzovoort. Ik zou daar met plezier een uur of twee over oreren, maar ik weet niet of u dan nog in de zaal zit. Dus dat zal ik vandaag even niet doen. Het heeft een makkelijke interface met Java, dus we kunnen alles wat er in Java beschikbaar is, hebben we ook direct toegang toe. En het is ingebed in Eclipse. Dus er is een hele grote mate van pragmatiek om dit zo bruikbaar mogelijk te maken. Nou, dat is gelukt, mag ik zeggen. We hebben hele grote software systemen inmiddels ontwikkeld, geanalyseerd in COBOL, in Java, PHP. We hebben allerlei metrieken van software uitgeschreven om de complexiteit te meten, om de onderhoudbaarheid te meten. Allerlei transformaties en refactorings van code om code beter toegankelijk te maken hebben we gedaan. En bijvoorbeeld ook analyses van de versiehistorie, van de ontwikkelgeschiedenis van systemen. Dat soort analyses voeren we uit. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat je hier voor je ziet, is het bestuderen van software als natuurverschijnsel. En ik vermoed dat mijn opleiding als natuurkundige hier nog iets mee te maken heeft. Want er zijn andere tradities waarin er een strikt mathematische invalshoek is bij het bestuderen van software. Ik prefereer om gewoon naar het natuurverschijnsel te kijken. Wat zijn nou toepassingen van metaprogrammeren? Laten we even een uitstapje naar de pool maken. Eskimo's hebben vele woorden voor sneeuw. Dat is een domeinspecifieke taal. Ik laat u hier rechts, de afdruk is niet zo heel mooi, de Illustrated Glossary of Snow and Ice. Dat is een mooi boek waar een hele dictionaire in staat van alle woorden die met sneeuw en ijs te maken hebben. Dus zij zijn gespecialiseerd. En dit kan ook bij het programmeren. Namelijk, je kunt domeinspecifieke talen maken. Dat is een kleine taal die precies gericht is op het probleem dat je wilt oplossen. En waar alleen maar de domeinspecifieke concepten in zitten van het probleem dat je op wilt lossen. Dat maakt alles veel meer gefocust en leidt vaak tot hele effectieve oplossingen. Wel, we hebben een hele familie aan DSL's gemaakt. Natuurlijk voor het metaprogrammeren zelf, voor het programmeren van die toolbus waar ik het over had. Maar ook in allerlei zeer uiteenlopende domeinen. We programmeren financiële producten, we beschrijven forensisch onderzoek, we beschrijven games, we beschrijven hoe financiële systemen geaudit moeten worden, hoe questionnaires gemaakt moeten worden. Dus er is een waaier aan gebieden waarin deze technologie bruikbaar is. Dus dat is aardig. Wel, de softwarerevolutie dendert door, en de tijd hier trouwens ook. Metaprogrammeren is daarbij een heel belangrijk gereedschap. Laat ik heel kort iets zeggen over welke vragen zijn er eigenlijk nog, of is het allemaal al af? Wel, ik noemde die compilers en interpreters al. Een bijzonder interessante ontwikkeling is dat je in toenemende mate ziet dat de begrippen compiler en interpreter geheel met elkaar vervlochten raken. Compilers die eigenlijk in zich interpreters hebben. En dit maakt nieuwe optimalisatiemogelijkheden, daar biedt het perspectief op, tot denk ik een enorme impuls ook weer in taalontwikkeling zullen gaan leiden. Natuurlijk, geïntegreerde programmeertalen in allerlei gebieden, bijvoorbeeld voor webapplicaties. Het balanceren van werk tussen clients en servers, waarbij heel veel parallele processen bezig zijn om het werk dat gedaan moet worden uit te voeren. Maar natuurlijk in deze tijden van allerlei security breaches is end-to-end beveiliging ook bijzonder belangrijk. En dit soort aanpakken kunnen meteen vanaf dag 1 de beveiliging in het hele design en de hele architectuur meenemen. Natuurlijk zijn er in de software engineering allerlei technieken ontwikkeld die interessant zijn voor andere gebieden. Bijvoorbeeld denk ik dat er een interessante uitruil van ideeën mogelijk is tussen statistiek en data-analyse en software engineering.
Bijvoorbeeld in de statistiek en data-analyse zijn concepten als type-checking, random testen, units of measurement, die allemaal standaardbegrippen in de software-engineering zijn daar nog niet doorgedrongen en zouden daar nuttig toegepast kunnen worden. Omgekeerd wordt er in de gebieden als statistiek en data-analyse worden allerlei statistische methodes toegepast waar wij als software-engineers uitstekend van zouden kunnen profiteren. Tekstanalyse van bugrapporten of bijvoorbeeld de sentimentanalyse van blogs en forums waar mensen hun opinie geven over de kwaliteit van software. Daar kun je geautomatiseerd naar kijken. Natuurlijk, en dit is een kwestie vanaf dag 1, correcte software. Maar hoe stel je dit nu vast? Nou, er is geen onderwerp waar de afstand tussen theorie en praktijk groter is dan op dit punt. Wat je langzaam en zeker ziet, is dat er is heel veel theorie over de correctheid van software, enerzijds. Anderzijds zie je in de praktijk langzaam maar zeker op property-based testen, testen van bepaalde eigenschappen van software, om dat toe te passen in de normale dagelijkse productie. En dat focuseert dan op deeleigenschappen. Dus je ziet daar, er is een enorme machinerie aan de theoriekant. En er zijn kleine stapjes, worden er aan de praktijkkant gezet. En ik denk dat hier een soort convergentie uiteindelijk zal komen waar beide gebieden van zullen profiteren. En de sleutelwoorden hier zijn model checking en constraint solving, die over en weer zeer zinnig toegepast zullen kunnen worden. Natuurlijk, het kon niet uitblijven. Grammatica's en parseren. Door velen al vele malen tot dood onderwerp verklaard, want de grammatica's en de parsers zijn af. Toch? Nee, zo is het niet. Naarmate we steeds grotere systemen analyseren, naarmate we systemen analyseren waarin allerlei verschillende talen zitten en we moeten de gecombineerde grammatica's van die talen gebruiken, wordt het steeds belangrijker om steeds beter te worden in het genereren van parsers, het vaststellen van eigenschappen van grammatica's, etc. En hetzelfde geldt, de al gesignaleerde ontwikkeling van domeinspecifieke talen vergt dat we goed zijn in grammatica's. Een aantal jaar geleden heb ik met een aantal collega's, wij deden een Google search en wij keken of het woord grammarware voorkwam. Wel, dat had 0 Google hits. Toen dachten we, kijk, dat is een goed woord. Dus toen hebben wij het woord grammarware gekozen als gebied dat zich met de software engineering van grammatica's bijhoudt. Ik ben eigenlijk vergeten, dat had ik moeten doen, om even te kijken hoeveel hits dat heeft. Iemand met een mobiele phone kan het misschien nu even checken en mij dadelijk even inseinen hoeveel hits dat zijn. Maar er zijn duizenden hits van dit begrip. En ik denk dat uiteindelijk het interactief ontwikkelen van grammatica's, ontwikkelomgevingen voor grammatica's, een belangrijk thema zullen blijken te zijn. En tenslotte, er is antwoord nodig op vele niet-technische vragen. Hoe effectief zijn verschillende methodes voor softwareontwikkeling? Hoe stel je teams samen? Hoe voer je software in een organisatie? Ik wil heel sterk benadrukken dat dit hele belangrijke onderwerpen zijn, maar mijn onderzoeksagenda hebben ze nooit bereikt. Ik heb altijd gewerkt aan de meer technische onderwerpen waar ik het net over had, maar ik wil het belang van dit soort thema's wil ik nadrukkelijk hier even vaststellen. Wel, als onderzoeker hou je natuurlijk ook bezig met het overdragen van kennis. En het overdragen van kennis en innovatie hebben van alles met elkaar te maken. Dus ik wil een paar woorden over onderwijs en innovatie. Onderwijs zou ik willen samenvatten met 1 zin. Ik heb veel van studenten geleerd. Namelijk het geven van onderwijs, dat is zo'n pregnante situatie waarin je werkelijk moet weten waar je over praat. En als je niet weet waar je over praat, dan halen studenten je onderuit. Dus er is geen betere manier om te leren hoe je over je vak moet praten dan er onderwijs over geven. 10 jaar geleden zijn we de Master Software Engineering begonnen. Mijn partner in crime, Hans Dekkers, zit hier ook in de zaal. En samen hebben we inmiddels een bijzonder succesvolle Master Software Engineering met een significante uitstroming elk jaar. En de laatste paar jaar heb ik ook college gegeven aan het Amsterdam University College. En dat was ook een interessante ervaring, omdat dat een heel nieuw onderwijsconcept is. Nauw gekoppeld aan innovatie, aan onderwijs is natuurlijk innovatie. En innovatie, de academicus is graag geneigd om te denken,
Ik ben de slimmerd, ik verzin het en dan moeten al die sukkels in de praktijk moeten het maar gaan uitvoeren. Ik denk dat dat een hele naïeve en contraproductieve gedachte is. Innovatie is een iteratief proces waarin iedere stap in de keten, daar zet je weer een stapje, je doet weer een stapje terug en in een aantal iteraties bereikt een idee, academisch idee, de praktijk. Of misschien is het wel gewoon zo dat een heel praktisch idee via die lussen academia bereikt en daar aan gewerkt geworden. Hiervoor is in ieder geval nodig dat er sterke connecties tussen onderzoek, onderwijs en bedrijven nodig zijn. Nou, ik heb al van alles in dit landschap gedaan. Ik wil er één ding uitrichten. Ik ben bij een aantal spin-offs betrokken geweest. De ARI noemde het ook al. De Software Improvement Group is een bedrijf waar nu bijna 100 werknemers werken. Ze zijn in 7 landen gevestigd. Dus dat is werkelijk een zeer succesvolle operatie waar de ideeën uit het onderzoek gewoon werkelijk in de praktijk toegepast worden. Geen afscheidscollege zonder een aantal personen te bedanken. UvA-bestuurders om te beginnen. Ik mag wel zeggen vele generaties van UvA-bestuurders voor in mijn gestelde vertrouwen. Ook dank aan de vele nationale en internationale organisaties, ik ga ze niet allemaal bij namen noemen, die waar ik in heb mogen samenwerken. En ik wil ook een aantal personen met name noemen. Jan Hering, in Thailand momenteel, dus we zullen het hem overstralen, deze boodschap. Jan Hering die kwam ik tegen toen Willem-Paul de Hoever op de VU een leesclubje startte om het toen net verschenen boek The Art of Computer Programming te bestuderen. Dat was een clubje, Willem-Paul had het initiatief genomen, Jan zat erin en de mysterieuze voorbijfietsende figuur was Peter van Emden-Boas, ook hier aanwezig. En samen hebben we Art of Computer Programming bestudeerd en dat was eigenlijk het begin van een lange samenwerking. Met Jan heb ik aan een hele serie onderwerpen gewerkt, eentalige programmeeromgevingen, algebraische specificaties, termherschrijven, incrementele programmageneratie en natuurlijk ASF plus SDF. Jan, de enige persoon die ik ga noemen die hier wel aanwezig is, Jan Berstra. En wat nou zo grappig is, die oude gracht heeft op ons allebei indruk gemaakt, want hier is hij. Hier deze oude gracht hebben wij in het begin van de jaren 80. Wie Jan kent, weet dat sessies met Jan zijn nooit saai en altijd intensief. En zo ook hier, wij hebben hier een ochtend in een café hier gezeten, waarin hij mij streng ondervraagd heeft over hoe het nou zat met die nieuwlichterij daar in die informatica en wat daar nu eigenlijk precies aan de hand was. En nou, uiteindelijk is het toch nog allemaal goed gekomen. We hebben aan een hele serie onderwerpen gewerkt. Een aantal zijn er al langsgekomen. Een bijzonder onderwerp, al deze onderwerpen waren bijzonder. Wat heel interessant was, was onze samenwerking rond de procesalgebra. Jan is daar nummer 1 van. Heeft daar heel veel aan gewerkt. En wat wij hier gedaan hebben, Jan deed de theorie, ik deed de praktijk. En samen kwamen wij tot oplossingen die nog nooit iemand bedacht had. En die ook uitstekend bleken te werken. Dus ik denk met bijzonder veel plezier daar aan die samenwerking terug. En wij hebben wel andere uitstapjes gemaakt. Zo hebben wij ook een excursie naar de softwarepatenten gemaakt. Nou zult u zeggen, wat is dat nu weer voor een raar onderwerp? Maar wij hebben, schrikt u niet, heel veel tijd gestopt in het bestuderen van de ongelijkheidsoperator. En wel het al dan niet gepatenteerd zijn van de ongelijkheidsoperator. Nou, voor wie hier geen gevoel voor heeft, die denkt, die lui, die zijn helemaal... Nou, misschien is dat ook wel zo, maar dat was interessant. En we hebben daar interessante interacties met allerlei grote bedrijven over gehad. Jan is altijd mijn collega Proximus hier in deze universiteit geweest. We hebben hier pieken en dalen meegemaakt. En ik wil hier ook wel even zeggen, zowel tegen de UvA als tussen de funding agencies, een beetje meer geld naar Jan zijn onderzoek. Hoe extreem ook, dat weten we allemaal, zou ook wel eens mooi zijn. Wel, de derde persoon is Gilles Kaan.
Gilles Kaan heb ik ontmoet in Bâtiment 8, een historisch gebouw in Indria Rocancourt in Frankrijk. Indria is het nationale onderzoeksinstituut van Frankrijk. En wij hebben, terwijl we elkaar helemaal niet zo goed kenden, ik ben gewoon een keer een tijdje bij hen op bezoek gegaan. Dat is ook in het algemeen de beste manier om met mensen samen te werken. En toen bedachten wij, ach, er is dat rare Esprit-programma en dan komt Europees geld, catch the money and run. En we dachten, laten we eens wat proberen. En dat zijn twee bijzonder succesvolle projecten geweest. Helaas is Gilles een aantal jaar geleden overleden en ik heb in een boek ter zijn nagedachtenis heb ik een vrij uitvoerig artikel geschreven met al mijn herinneringen aan hem. En ik ga daar nu niet te lang op in. Maar ik wil wel een stukje voorlezen uit een tekst uit 1983. Dat is namelijk de tekst van het oorspronkelijke JIP 1 onderzoeksvoorstel. Ik ga het gewoon even lezen, leest u mee. The main objective of this project is to investigate the possibilities of automatically generating interactive programming environments from a language specification. An interactive programming environment is here understood as a set of integrated tools for the incremental creation, manipulation, transformation, and compilation of structured, formalized objects, such as programs in a programming language, specifications in a specification language, or formalized technical documents. And het gaat verder. Such an interactive environment will be generated from a complete syntactic and semantic characterization of the formal language to be used. In the proposed project, a prototype system will be designed and implemented that can manipulate large formally described objects. These descriptions may even use combinations of different formalisms, incrementally maintain their consistency and compile these descriptions into executable programs. Wel, dit was in 1983 en ruim 30 jaar later hebben we veel voortgang gemaakt, maar nog zeker niet alle problemen zijn hier opgelost. Dus dit was een vrij vooruitziend proposal, als ik dat zo mag zeggen. Natuurlijk dank aan mijn promovendi uit het verleden, uit het heden en we zullen zien. En die wil ik even in het zonnetje zetten door al hun proefschriften te laten zien. Maar dat is een beetje saai. Laten we dat beter doen. Thank you.
just wrecked the head of the tank. He stopped once to wipe the sweat away. So you're about a little boy, be a working that way. He said, I like it with a big white grin. And he kept on popping and said again. Nou, u ziet het, er is nog plaats onderover en die plek is bestemd voor de promovendi die nog bezig zijn. Een aantal van mijn oud-promovendi zijn inmiddels hooggeleerd. Die wil ik allemaal feliciteren met deze fantastische stap in hun carrière. Eelco Visser heeft als laatste vorige week zijn oratie gehouden. Dus dat is iets om vaderlijke gevoelens over te hebben en bijzonder trots op te zijn. Om af te ronden, ik ben in september 65 geworden. Daar heb ik twee verjaardagscadeautjes gekregen waar ik bijzonder blij mee was. Een special issue van de Science of Computer Programming. En ook eerlijk gezegd, zeer onverwacht, ik mag mij nu officier noemen. Nou, ik heb het kleine speldje op mijn jasje, je kunt het bewonderen straks. Wel, ik wil graag mijn gezin bedanken, Anneke, Eva, Thomas. Zonder jullie steun was dit allemaal niet mogelijk geweest. En daar wil ik jullie allemaal heel hartelijk voor danken. En ik weet het, ik vind mijn werk vaak te leuk. En daar hebben jullie last van. En ik dank jullie voor jullie support. En ik vind het ook heel leuk om te zeggen dat mijn moeder hier aanwezig en mijn zus is hier aanwezig. Jullie ook dank voor alle warmte het afgelopen leven, om het zo maar eens te zeggen. Wel, ik kon het niet laten om af te sluiten met een aantal stellingen en ik zal het kort maken. Allereerst over software. Software is een te onzichtbare innovatiemotor. Software zit overal in, maar men beseft dit vaak niet. En wat nog veel sterker is, software zit in elk onderzoek. Of het nou de alfa of de beta of de gamma wetenschappen zijn. Ieder onderzoeksresultaat hangt tegenwoordig van software af. En de kwaliteit van die resultaten wordt bepaald door de kwaliteit van die software. Hier is een kwestie waar we het eens over moeten hebben met z'n allen. Ik heb het al eerder gezegd, ik zie de ontwikkeling in de informatica-praktijk eigenlijk als natuurverschijnsel. En vaak helpt het helemaal niet om wat daar gebeurt te proberen te snappen als het resultaat van intellectuele activiteit. Ik denk ook dat het van belang is dat zoveel mogelijk academisch onderzoek vergezeld gaat van prototypes die bewijzen dat een bepaald concept werkt. En u snapt het natuurlijk wel, deze voorstelling conflicteert met de huidige regels voor publish or perish. Als je te veel moet publiceren, heb je helemaal geen tijd om die software te maken. Dus hier is een probleem. Maar we zullen nog eens zien wie dit echte probleem heeft. Ik denk ook dat binnen de informatica, als we naar het informatieonderzoek kijken, het reproduceren van onderzoeksresultaten, wat doodnormaal is binnen de natuurkunde, binnen de informatica helemaal niet normaal is. En ik denk dat daar veel meer aandacht voor nodig is. En wat ook niet populair is, is om negatieve resultaten te publiceren. Laten wij meer negatieve resultaten publiceren, want dat bespaart collega-onderzoekers veel tijd. Ik prijs mij dat de diverse personen hier aanwezig zijn. Bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen denk ik dat peer review beter vervangen kan worden door dobbelen. En Jos, ik wil je graag uitleggen onder een borrel waarom ik denk dat dat een goed idee is en hoe we dat kunnen doen. Verder wordt onderzoekers natuurlijk tegenwoordig de maat genomen met de H-index om de impact van het werk van een onderzoeker te meten. Wel, u wist het niet, maar deze H staat voor haast. De haast waarmee beoordelaars zich snel een mening willen vormen zonder ze recht in te spannen. Dat is ook geen goed idee, die H-index. Nog iets over universitair beleid. Ik denk dat de
automatiseringsafdelingen van universiteiten zouden af en toe eens hun eigen experts op het gebied van software engineering kunnen raadplegen. Dat zou wel eens wat ellende kunnen vermijden. Ik wil niemand op de tenen trappen en ik heb het over iets in het bijzonder bezint eer gij fuseert, zou ik zeggen. Maar we bevinden ons nu geloof ik in de bezinningsfase, dus dat komt helemaal goed uit. Wel, dit is mijn laatste stelling en stellingen, zeker bij afscheidsredens, moet u niet al te serieus nemen. Maar als u de zaal verlaat, zal u een boekje uitgereikt worden. Daar staan 20 stellingen in, soms sommige nog gewaagder dan de stellingen die ik hier durfde te presenteren. Ik dank u wel.